Mijn gasten zijn Henry en Hilly van Dijk. Zij wonen in de Bloemenbuurt in Ede. En jongens, jullie hebben iets ongelooflijk leuks gedaan. Jullie wonen in een wijk waar veel migranten wonen, waar achterstand is, waar veel alleengaande zijn. Jullie hebben de Flauwe Pauwenbeweging opgericht in jullie wijk. Wat is dat? Ja, het is eigenlijk een naam van een groep buurtbewoners die actief wilden zijn in de buurt, om voor andere mensen daar er te zijn. Ja, een jaar of 9 geleden is dat begonnen. Eigenlijk heel kleinschalig. Bij een mevrouw, bij ons in de buurt. Wij waren zelf lid van een kerk in Bennekom. En we hadden ook een bijbelstudiegroep daar in die kerk. En toen wilden we eens een keer niet afsluiten met een barbecue. Om weer met elkaar te zijn, maar wilden we iets uitstappen naar iets in de buurt. En wij kenden een mevrouw waarvan we wisten van, nou, die is een beetje teruggetrokken was ze. Ook de tuin en zo was... Ja, zag er niet uit, zeg maar. Toen hebben we bij haar aangebeld met de vraag van, ja, kunnen we iets voor jou betekenen? En ja, eerst merk je wel een beetje dat ze iets had van, ja, waarom vragen ze dat aan mij? Maar ze stond er wel voor open. En toen hebben we eigenlijk in één dag met heel die groep die tuin opgeknapt. Zo begon het. Niet bedacht, maar gewoon spontaan. Geen visie, geen plannen, geen vergaderingen eigenlijk vooraf. Ja. En van het een kwam het ander. Ja. Zeg je een beetje achteraf, zie je daar Gods plan in? Ja, zeker wel. Ja, dit hadden wij echt nooit kunnen bedenken. Nee. Want Henry, je hebt een hele goede baan. Je woont in een wijk waar je van zou kunnen zeggen, ik kan wel wat beters vinden. Ja. Maar jullie blijven bewust in die wijk wonen met migranten, met achterstand, met armoede. Veel mensen leven rond of onder de armoedegrens. Ja. Met jullie gezin. Ja. Zie je dat als een offer? Nou, soms wel. Ja, het is wel een bewuste keuze om daar te blijven wonen. Hè, sommige mensen zien het als een achterstandswijk. Wij willen dat op die manier niet noemen, omdat het eigenlijk heel breed is. Hè. Er zitten ook binnen de wijk een hele grote groep met vrijstaande huizen, wat duurder segment. En inderdaad ook een groep mensen die het wel wat moeilijker hebben. Dus heel breed. Ja, aan het begin. Wij waren studenten toen we een huis wilden kopen. Dus dat was een van de huizen. Ja, die konden we daar kopen. Er moest heel veel aan gebeuren. Dus dan ben je blij met een huis. Ja. Ja, nu zouden we inmiddels wel wat anders kunnen kopen. En dat maar heel bewust zeggen jullie beiden, wij blijven daar. Ja. Daar worden wij geroepen. Omdat we daar nu voelen het wel inmiddels als een roeping. Ja. We zijn toch gestart. Ja. Want jullie doen verschrikkelijk veel. Ik lees maar eens even voor. Voor de jongeren in de Bloemenbuurt. Youth Power, een buurtbarbecue. Kids Power, een sportdag, een buurtmoestuin. Een kerstfeest, een workshop met handteletteren. Een paasbrunch, een hoopbijeenkomst, een circus. Een Simon en zo, een kindertheater. Een spelletjesdag, een burendag. Dan moet ik nog een lasergaming. Ja. We zijn wel bezig, zeg. Ik vind het echt fantastisch. Ja. Kijk, dit zijn echt de activiteiten die we doen. En daar zijn we mee begonnen, met activiteiten. En eigenlijk vloeit daar van alles uit voort. Want je leert mensen kennen. En zij doen ook regelmatig wel een beroep op ons. Dat zie je eigenlijk niet als je die activiteiten ziet. Maar daar vloeit van alles uit voort. Ja. Jullie hebben heel nauw contact met migranten. Maar ik las ook het mooie verhaal van Marion. Vertel jij eens over Marion. Nou, Marion is dus de buurvrouw bij wie we de tuin hebben opgeknapt. Daaruit voort is ook van alles gekomen. We hebben een poosje voor haar gekookt en we hebben gewoon heel mooi contact met haar. Wat ook heel mooi is, is dat je als je mensen leert kennen, dat ze jou ook wat teruggeven. Mensen kunnen zelf ook mooie dingen bieden. Een stukje aandacht, vragen hoe het met je gaat. Ja. Weer omkijken naar iemand anders. En het is gewoon heel mooi als je ziet dat mensen tot bloei komen. Dat is ook wat we heel graag willen met Flauwe Pauwen. Ja, bloei voor de buurt. Ja. En wat we zien is dat Marion nu ook bij Mensen van de Weg aanwezig is. En Mensen van de Weg is een groepje wat... nadenkt over de Bijbel en over wat Jezus daarin van ons vraagt. En eigenlijk leren wij ook heel veel van Marion. Want zij kijkt met een frisse blik naar de Bijbel. En hoe kijkt ze ernaar? Wat, wat misschien wel mooi is om te noemen nog, dat heeft ook ergens een keer in het plaatselijk krantje gestaan. Er zat toen een uitspraak, ze zei, ik kende heel veel christenen die wel heel veel zeiden en weinig deden. Maar Flauwe Pauwen is... Het zijn eigenlijk christen die niet zoveel zeggen, maar veel doen. En ik denk dat dat wel een beetje het kenmerkende is van Flauwe Pauwen, dat we vooral eerst er willen zijn door dingen te doen.
En je merkt dan, je leert mensen kennen, dat was ook bij Marion. Hè, die eet dus mee of we ontmoeten haar. En ja, dan gaat het automatisch het gesprek ook wel over geloof. En ja, gaan mensen ook vragen stellen en trek je eigenlijk zo samen op. Hè, je loopt met elkaar verder en dan is er wederzijds contact. Ja, dan leer je inderdaad dus ook dingen van elkaar. En nou, zij ook wel van... Ja, maar dat vind ik steengoed, hè? Omdat heel veel mensen denken, nou, het is zieltjeswinderij. Maar dat is absoluut wat je niet willen. Nee. Wij hebben gewoon contact met mensen. En mensen vragen vaak zelf wel, waarom doe jij dit voor mij? Ja. En wie ben jij? En wat is voor jou belangrijk in het leven? En dan kan je dat vanzelf delen. Wat is voor jou belangrijk in het leven, het belangrijkste? Nou, voor mij is wel het allerbelangrijkste om Jezus te kennen. Ja. En hoe ken je hem? Ja, ik ontmoet hem dus ook in de mensen om me heen. En dat is eigenlijk heel verrassend. Hè, we hebben ook heel lang met een buurvrouw opgelopen. Zij was ziek. Zij kon eigenlijk heel weinig aan ons bieden, zou je zo zeggen. Maar we hebben met haar ontzettend mooie ontmoetingen gehad. En heel verrassend contact. Wat onszelf eigenlijk heel erg opbouwde en bemoedigde. Ik was ziek zelf en zij wist dat. En zij kwam bij mij aan de deur met een geschilde kiwi. En zij stuurde ons een kaartje. Dat had ze gekleurd zelf. En dan schreef ze op de achterkant. Toch? Ja, die heb ik meegenomen, ja. Deze heeft zij gemaakt. En zij schreef op de achterkant, dit is mijn tijd voor jou. Het is gewoon heel mooi dat iemand dus... ook wat kan bieden. En dat je daarin dus ook weer mag ontvangen. Maar wat een talent, hè? Ja. Ja, ook een zij kon ook heel goed piano spelen. En we hadden een ontmoeting bij ons thuis. Nu hebben we inmiddels ook wel andere plekken waar we samenkomen. Ja. Toen was het nog wat kleinschaliger met kerst. Hadden we wat mensen uitgenodigd om samen te eten. En toen haalde zij haar Kluipskriebelbundel. Want ze zag die piano staan. En toen ging ze wat kerstliederen spelen. En opeens speelde ze het Ere zij God. En ja, toen, dan merk je ook de mensen die daar waren, die eigenlijk heel veel ook geen kerkelijk achtergrond hadden. Die gingen meezingen. Het was opeens daar het Ere zij God, wat iedereen uit volle borst aan het zingen was. Ja, dat was gewoon zo'n heilig momentje wat dan zomaar ontstond doordat iemand dat... Jullie hebben ook op een kaal stukje grond een volkstuin ontwikkeld waar iedereen zijn eten kan halen. Zo'n mooi idee. Ja, een stukje gemeentetuin wat er eigenlijk heel slordig uitzag en waar vaak afval lag. Ja, daar hebben we... Wat een creativiteit. Jij hebt een voedselkastje gemaakt. Als mensen voedsel over hebben, dan kunnen ze dat in het kastje zetten en aan de andere kant er weer uithalen. Ja, dat is eigenlijk een heel klein... was eigenlijk een ideetje wat Hilly ergens op Facebook had gelezen. En nou, wij zijn wel van nieuwe ideeën. Je zit wel een beetje beginnen naar die donuts te kijken. Dat zou iets voor dat voedselkastje kunnen zijn. Nou, neem er maar een hapje uit. Ze zijn wel mooi, Ze zijn van Out of Power gemaakt. Dat is echt kunst. Zie je dat leuk, hè? Leuk, ja. Helemaal mooi. Nee, je kunt er niet in bijten. Maar dat even door over je voedselkastje. Ja, dat voedselkastje. Dat is dus een kastje wat ook weer bij die ene buurvrouw uit huis komt in deze weg. En dat was gewoon met dichte deurtjes. Dus wat glaasjes achter die deuren gemaakt. Oranje geverfd. Ja. Een beetje in stijl van Flower Power. Ja. Die staat op de hoek van die moestuin. Ja. En het idee is inderdaad, mensen kunnen daar dingen brengen. En mensen die het nodig hebben, kunnen daar dingen uithalen. Ja. En dat loopt als een trein. Dat is echt heel de dag doorkomen naar mensen. En nou, het is wel ook zo veilig dat mensen daar gewoon anoniem de dingen uit kunnen halen. Ja. En dat is heel mooi om te zien. Waarom ik jullie gevraagd heb, omdat ik denk dat het heel inspirerend is wat jullie doen. En heel veel mensen denken, ik zou wel wat in mijn buurt willen doen. Of ik zou wel wat willen betekenen. Maar ja, brug te ver, moeilijk. Dus wat is nou jullie uitdaging aan 3 miljoen christenen in Nederland? Als ze allemaal in actie zouden komen, dat zou wel mooi zijn. Zou de tent hier wel wat veranderen? Ja. Nou, voor ons is in de basis wel dat het ook echt een keuze geweest is. Ja. En dat is het nog steeds. Je kiest ergens voor. Je kiest ervoor om er te zijn voor je wijk. En dat kan dus op allerlei manieren. Hè, om een praatje te maken met je buren, om ze uit te nodigen bij je. Maar ook als je de thuiszorg over de stoep ziet gaan en ergens naar binnen ziet gaan, dat je daar even aanbelt een poosje later van, joh, hè, kunnen wij misschien ook wat betekenen? Ja. Om daar echt voor open te staan. Het is wel echt een levensstijl die we... aan het begin je ergens. Ja. En, nou, in de Bijbel staat zo'n tekst van de velden zijn wit om te oogsten. Had ik altijd wel een beetje moeite mee, dat ik dacht van nou, ik zie dat niet echt omheen. Hè? In de kerk misschien wat mensen, maar buiten omheen heb je niet heel veel mensen die daar, tenminste dat dacht ik toen, die daar open voor staan.
Dan begin je ergens in het klein en met kerst een activiteit op straat en dan ontstaat de kinderclub. En zo is dat allemaal een beetje gegroeid. En ja, doordat je mensen ontmoet, krijg je heel veel vragen en gaan mensen doorvragen. Of zie je heel veel eenzaamheid en dan ook vragen hebben als het gaat om, ja, ook wel om zingeving en religie en geloof. En dat mensen openstaan voor contact en ook vragen hebben als het gaat om, ja, ook wel om zingeving en religie en geloof. En, en dan kan je er heel veel kwijt. Inmiddels hebben we al gezien, de velden zijn wit om te oogsten. Ja, dat is echt mooi. Waar. Ja. Jullie stralen heel veel enthousiasme. Je zei het al, hè, in Nederland, ook politiek, maar voor iedereen is het heel makkelijk om te zeggen, dat is een achterstandswijk. Want daar wonen mensen met een uitkering, daar wonen mensen die onder de armoedegrens leven. Vaak zijn dat probleemwijken. Maar jij bent mordicus tegen dat label, hè? Ja. Ja, het voelt ook al een beetje als een stempel om op zo'n wijk te zetten. En dan denk ik van, nou, als ik onze wijk kijk, is het heel breed, hè, wat we net al aangaven. Is er veel verdriet achter de deuren? Of het nou mooie woningen zijn of... Eigenlijk achter elke deur. Ja? Bij iedereen is er wel wat. Ja. Ik bedoel, ja, bij wie gaat het perfect? Bij iedereen is er wel wat. Maar iedereen heeft ook wat te bieden. De een heeft veel meer te dragen dan een ander. Maar ja... Kijk, als je ervoor open staat en je wil mensen echt ontmoeten, dan is die kans er ook. Als je bij iemand bent en die vertelt een heel verhaal hoe moeilijk het leven is, en dat is ook echt heel erg. Bij vlagen denk je gewoon echt, ja, hoe kan dit? Ja. Hoe kan dit zo zijn? Maar je kan wel ook delen van, als ik het heel moeilijk heb in mijn leven, dan bid ik. Ja. Vind je het goed als ik nu met je bid? En heel vaak staan mensen daar toch voor open. Ja. Jullie geven jullie geloof handen en voeten. Er leefde in Nederland 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Het is bijna niet te geloven in dit rijke land. Ja. Nee, toch? Nee, dat is zo, ja. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Je bent wel een vechtjas, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Thuis ook? Ja hoor. Ja, maar wat mooi dat je samen als echtpaar die passie deelt. Want jij had enthousiast kunnen zijn. Dus, ja, lekker zeg. Ja, ik denk dat dat wel een van de krachten is. Hè? Want wij zitten hier samen, maar... Nou, we hebben het jaar ook met nog een, of tenminste, we zijn begonnen met nog een stel, Jona en Marlies. En we hebben het jaar eigenlijk als, hè, je noemt ons als stel, maar eigenlijk doen we het als gezin. Onze kinderen zijn daarin meegegroeid. Ja. En dat is denk ik ook wel de kracht, dat je het samen doet. En ook zo'n paasactiviteit, ook de kinderen die hebben, die helpen mee. Er staat een kistje sinaasappels en ga maar persen met 3-4 persapparaten gaan al die kinderen lekker meedoen en dat sap inschenken. Ja, dat is denk ik ook zo dat we kunnen hier heel veel creativiteit in kwijt. Dus we hebben ook met elkaar en met dat andere gezin ontzettend veel lol. Ik dit zie, dan denk ik geweldig. Ja, we hebben ook echt heel veel plezier met elkaar. Ja. Wat mooi dat je een wijk zo kunt veranderen. En dankzij jullie, want jullie zijn een begrip in de bloemenbuurt. Voelen jullie zelf ook helden? Nee. Je kunt dit sowieso nooit alleen doen. Nee. Dus er zijn een heleboel mensen die ook aanhaken. Wat is jullie favoriete Bijbeltekst in dit verband? We hebben ook een tekst in onze missie en visie staan uit Jeremia. Dat je bidt voor de vrede van de stad. Want ook in haar vrede heb je vrede voor jezelf. In een andere vertaling staat bid voor de bloei van de stad. Nou, dat past wel heel mooi bij Flauwpower. Dus dat is wel een tekst die ons drijft. Dat je het welzijn van de stad, van de wijk zoekt. Als ik zie en hoor wat jullie allemaal doen, dan vraag ik me af, is het wel vol te houden? Nee, eigenlijk niet. En toen zijn we ook wel biddend mee bezig geweest om actief te zoeken naar andere christenen in de wijk of mensen soms buiten de wijk die betrokken willen zijn. We hebben nu gelukkig een hele grote groep die aanhaken en we zijn nu samen met die groep zoekend van hoe kunnen we met elkaar aanwezig zijn in de wijk. Dus nog meer bloei voor de wijk. Dus dat... Er ligt nog heel veel potentie. Ja. Hartstikke goed. Nou, ik hoop dat velen zich zullen aansluiten. Ja. Ik wil jullie niet met lege handen weg laten gaan. Hilly, ik heb voor jou een bureauklapper van Hour of Power met uitspraken van Henry Nouwen. Dankjewel. Ik neem aan dat je die naam kent. Ja, zeker weten. Niet, hè, zou ik bijna zeggen. Ja. En ik zie dat jij geen wilde manen meer hebt. Nee, die zijn weg. Die zijn weg. Maar dan geef ik je graag dit boek. Een sterk geloof, dat heb je ook. Ja. Met overdenkingen van... Bobby Schuller. Mooi. Dankjewel.
Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om de abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.